Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen gemeente. Zullen wij gaan opstaan uit eerbied voor de Heer Jezus Christus. Bent u gekomen met de verwachting vandaag? De Bijbel zegt in de atmosphere of expectation is the breeding ground for miracles. Dus u bent gekomen met de verwachting, dan gaat de Heer die verwachting vandaag vervullen met wonderen en met tekenen. Want dat is onze God, hij is een bovennatuurlijke God. En dat gaat hij als eerste doen door middel van love, praise en aanbidding. Laten we de Heer als eerste een geweldig applaus geven. Dank u, Abba Vader, heren. Dank u, Koning Jezus, Abba Vader, dat u vandaag, Abba Vader, in ons midden bent, Abba Vader, heren. Vader, we danken u, Abba Vader, heren, dat u, Abba Vader, mag tronen op de lofgezangen van uw volk, Abba Vader, heren. Want dat zegt uw woord, Abba Vader. U woont in de aanbidding, het is uw verblijfplaats, de aanbidding, maar u troont op de lofgezangen van uw volk, Abba Vader, heren. En wanneer u troont, Abba Vader, heren, Vader, dan komt u en dan breekt u open. Vader, ik bid, Abba Vader, heren, dat u vandaag, Abba Vader, mag doorbreken, Abba Vader, middels de lofprijs, Abba Vader, en de aanbidding, Abba Vader. Zoals David ook zegt, de Heer is door mijn hand heen gebroken, zoals water doorbreekt. Laten we de Heer nogmaals applaus geven en de doorbreker, de God van de doorbraak, verwelkomen in Jezus' naam. Amen. Praise, hit it. Nogmaals, goedemorgen gemeente. Laten we elkaar een knuffel geven deze morgen. Laten we elkaar nog even groeten. Show some love. If you feel the music, say yeah. Yeah. If you feel the music, say yeah. Yeah. 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 Say oh yeah. 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 If you feel the music, say yeah. Yeah. If you feel the music, say yeah. Yeah. 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 Say oh yeah. Come on, come on, come on, come on and bless the Lord with me. Bless the Lord with me. Come on and bless the Lord with me. Bless the Lord with me. Come and help me sing. Come on and bless the Lord with me. Bless the Lord with me. Come on and bless the Lord. Come on and bless the Lord with me. Come on, come on and bless the Lord with me. Bless the Lord with me. Come on and bless with me. Bless the Lord with me. Come on and bless the Lord with me. Come on and bless the Lord with me. Yeah. Bless the Lord with me. And everybody say hallelujah, me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 Halle, halle, halle. Hallelujah. Yeah. Do you dance if you really love Jesus? Do you dance if you really love Jesus? Do you dance if you really love Jesus? Come on and dance with me. Come on. Everybody say, do your dance. Do you dance if you really love Jesus? Do you dance if you really love Jesus? Do you dance if you really love Jesus? Do you dance if you really love, really love? Do you dance if you really love Jesus? Do you dance if you really love Jesus? Do you dance if you really love Jesus? And everybody say hallelujah, hallelujah. 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 Everybody sing hallelujah. 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 Everybody, clap your hand if you really love Jesus. Clap your hand if... Clap your hand if you really love Jesus. Come on. Clap your hand if you really love Jesus. Clap your hand if you really love Jesus. Clap your hand if you really love Jesus. Help me sing, take clap your hand. Clap your hands if you really love Jesus. Woo! Clap your hands if you really love Jesus. Yeah. Clap your hands if you really love Jesus. Come on and clap your hands. Come on. Clap your hands if you really love Jesus. Clap your hands if you really love Jesus. Clap your hands if you really love Jesus. And everybody sing hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Halle, halle, halle. Hallelujah. Everybody say hallelujah. Hallelujah. Halle, halle, halle. Hallelujah. E quella che you heard, are you ready? Sing halle. Halle, halle, halle. Sing hallelujah. Like a lighter, lighter, sing hallelujah. Halle, halle, halle. So help me sing hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Halle, halle, halle. Hallelujah. Come on and sing hallelujah. Hallelujah. Halle, halle. Wie van u gelooft dat u gezegend bent? Yes! Het is goed om te weten dat u gezegend bent, amen! One more time, sing halle, halle, hallelujah! Hallelujah! Halle, halle, halle! Hallelujah! Come on and sing hallelujah! Hallelujah! Halle, halle, halle! Hallelujah! Make some noise! Yes. Sing unto the Lord a new song. Amen. Sing unto the Lord a new song. Amen. Sing unto the Lord a new song. Amen. Amen. Sing unto the Lord a new song, blessing, praise Him, lift Him higher. All the chosen generation, dance and celebrate. Sing unto the Lord a new song, blessing, praise Him, lift Him higher. All the chosen generation, so help me sing, sing unto the Lord. Sing unto the Lord a new song, bless Him, praise Him, lift Him higher. All you chosen generation, dance and celebrate. Sing unto the Lord. Sing unto the Lord a new song, bless Him, praise Him, lift Him higher. Hey. All you chosen generation, dance and celebrate. Say, sing unto the Lord. Sing unto the Lord a new song, bless Him, praise Him, lift Him higher. All you chosen generation, dance and celebrate. Sing unto the Lord. Sing unto the Lord a new song, bless Him, praise Him, lift Him higher. Come on. All you chosen generation, if you lift Him, if you lift Him, if you lift Him high, He will grow. If you lift Him, if you lift Him high, He will draw us nearer, ever closer to Him every day. Sing unto the Lord a new song, bless Him, praise Him, lift Him higher. All you chosen generation, dance and celebrate. So sing unto the Lord. Sing unto the Lord a new song, bless Him, praise Him, lift Him higher. Come on. All you chosen generation, one more dance time and celebrate. Say, sing unto the Lord. Sing unto the Lord a new song, bless Him, praise Him, lift Him higher. Woo! All you chosen generation, dance and celebrate. Sing unto the Lord. Sing unto the Lord a new song, bless Him, praise Him, lift Him higher. Hey. All you chosen generation, if you lift Him, if you lift Him, if you lift Him high, He will draw us nearer, ever closer to Him day by day. If you lift Him high, He will draw us nearer, ever closer to Him every day. And everybody say every day. Every day. 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 Say na 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 na. Na 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 na. Say na 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 na. Na 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 na. Everybody say every day. Every day. Say every day. Every day. Say every day. Sing every day. Every woman day. Sing na 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 na. Na 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 na. Sing na 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 na. If you lift Him, if you lift Him high, He will draw us nearer, ever closer to Him. If you lift Him, if you lift Him high, He will draw us nearer, ever closer to Him. Are you ready, woman? Everybody
say every day, every day, say every day, every day, say every day, every day, say every day, every day. I'm blessed, 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 I'm blessed. Everybody say every day, every day, say every day, every day, say every day, every day, say every day, every day. I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Listen, I'm walking in power, walking in power, I'm walking in power, walking in power, I'm walking in power, walking in power, I'm walking in power, walking in power. I'm blessed, 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 I'm blessed. I'm walking in faith, walking in faith, I'm walking in faith, walking in faith, I'm walking in faith, walking in faith, I'm walking in faith, walking in faith. I'm blessed, 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 I'm blessed. If you lift them high, he will try. You are ever closer to him. If you lift them, if you lift them high, come on, he will draw. Woo! You are ever closer to him every day. One more time. We say every day, every day. We say every day, every day. I'm walking in power, walking in power. I'm walking in faith, walking in faith. I'm walking in power, walking in power. I'm walking in faith, walking in faith. Say every day, every day. Say every day, every day. Say na 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 na
Do you know that God is fighting for you? Do you know that God is fighting? Tell your neighbor, look at your neighbor. Look your neighbor in the eye. Zeg tegen uw buurman of buurman. Do you know that God is fighting for us? Do you know? Do you know? Do you know? Are you ready? One, two. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom, beckoning us to share. Pushing back your darkness. He's lighting up our kingdom. The kingdom of God. The kingdom of God. It cannot be shaken. It cannot be moved. It cannot be moved. And we will shout it out. Shout it out. Cause God is fighting for us. God is fighting for us. He's fighting for you. He's fighting for you. He's fighting. To yourself, God is fighting for me. God is fighting my battles. Hallelujah. Thank you for fighting our battles, Jesus. We give you all the praise. You are the King of Kings. The great I am. Who is like you, Jesus? Who is like my God? God is fighting. He is fighting. Oh. Your hands, have your hand up, close your eyes, and focus on Jesus. You love him. Zeg hem hoeveel hij voor u betekent. You are my God. We love you. We love you.
love you. I will exalt you. I will exalt you. I will exalt you. You are my God. I will exalt you. I will exalt you. I will exalt you. You are my God. I will exalt you. Yeah. I will exalt you. I will exalt you. You are my God. Say, now lift your hands, sing, I will, with all that I have, I will, it's not about me, it's all about you, despite my circumstance, you are. Holy is the Lamb, sing, I will. You are my hiding place, my safe refuge, my treasure, Lord, you are. Lift your hands, lift your hands, lift your hands, 'cause God is here.
Most holy, have your way, have your way. Sing most holy, Jesus is the Lamb of God. He is King of Kings. He is Lord of Lords. The great I am, the I am that I am, the one who was, the one that is, and is to come. Most holy, most holy, most holy, most holy. Lift your hands and declare, Jesus. Worship Jesus, worship Jesus. You are the King of Kings. You are the great I am. Who can compare? Who can compare to you? Who can compare to you, God? God? Lift your voice. Lift your voice and worship. This is the moment to worship Jesus. Don't wait on the music. Don't wait on the music. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Lift your voice in praise. Lift your voice in worship. Cause our King is here. Holy is the Lamb of God.
the King of Kings. Sing holy. We cry holy. We sing holy. Worship Jesus. We give you all. Lift your hands. Have your hunger open. Give him your heart. I give you all that I have. I give you all that I am. Omnipresent God, our Savior, our Redeemer. We give you everything. Because it all belongs to you. It all belongs to you, God. Hallelujah. 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 Focus on Jesus. Close your eyes. Don't wait for a song or a feeling. Just step into. Step into. Step into the anointing. Cause our God is here. Our God is here. Our God is here. So we bow down and worship Yah. Just be a song. Let's bow down. Sing, we bow down. We bow down. Sing, we. We bow.
We cast our titles and we bow down. We bow down because we're nothing in comparison to you. We bow down and we worship. Sing, we bow. Johannes 11, vanaf vers 38. Jezus dan, wederom bij zichzelf verborgen,
ging naar het graf. Dit nu was een spelonk en er lag een steen tegenaan. Jezus zeide, neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvenen, zeide tot hem, Heere, er is reeds een lijklucht, want het is al de vierde dag. Jezus zeide tot haar, heb ik u niet gezegd dat gij, indien gij gelooft, de heerlijkheid God zien zult. Halleluja. God bracht me op deze tekst. En we kennen allemaal het verhaal van Lazarus die gestorven was en er was een steen voor het graf. En iedereen dacht het is voorbij. Maar Jezus kwam, hij komt nooit te laat. En hij zei, hij verwachtte geloof van de mensen, zij haalde de steen weg. En ik zat daar en ik dacht, vader, wat wilt u hiermee zeggen? Soms zijn er situaties in ons leven waarbij het lijkt dat het voorbij is. Waarbij het lijkt dat God ons al vergeten is. Het lijkt alsof er geen oplossing meer is. Maar God komt nooit te laat. Hij vraagt van ons vandaag geloof. Geloof. Om die steen weg te halen. Zodat hij kan doen wat hij beloofd heeft. Welke steen moet je vandaag weghalen? Wat is ongeloof binnengekomen in je leven? Dat de situatie niet opgelost kan worden. Dat God een bovennatuurlijk wonder niet voor je kan doen. Of voor je familie. Of voor je situatie. Of voor iets in je werk. Geloof. Geloof. De God die hemel en aarde gemaakt heeft. En die alles in zijn macht heeft. Welke steen gaan we weghalen vandaag? Denk nou over die stenen in je leven die je vandaag gaat weghalen. God wil iets bijzonders doen. Hij wil bovennatuurlijk ingrijpen in een situatie in je leven. Ik vraag 30 seconden stilte. Om na te denken over die stenen in je leven. Waar je een bovennatuurlijk wonder van God nodig hebt. Waar je geloof nodig hebt dat God het gaat doen. Glorie Jezus. Vader, we zijn hier vandaag, Vader. Omdat we vertrouwen en we bouwen op uw woord, o mijn God, Vader. U zal nooit spreken en het niet doen, o mijn God, Vader. Want u bent een wonderbaarlijke God, Heer. Zo, Vader, komen we met elke situatie in ons leven, o mijn God, Vader. Elke graf, Vader, waar een steen voor zit, Vader. Iets wat we dood hadden verklaard, o mijn God, Vader. Of wat mensen om ons heen dood hadden verklaard, o mijn God, Vader. Vader, we staan hier als gemeente in geloof, o mijn Heer, o mijn God, Vader. Dat u het wonder kan doen. Vader, we halen deze steen van ongeloof weg, Heer. Vader, we rollen het weg voor dat dode graf. Voor deze dode situatie, o mijn God, Vader. En ik dank u wel, Vader, dat u leven uitspreekt over deze situatie, Vader. Vader, dank u wel, Vader, voor een bovennatuurlijk antwoord. Een bovennatuurlijk wonder op dit moment in ons leven, Heer. In de naam van Jezus. In Jezus' wonderbare naam, Heer. Ja, Heer, u bent groot. Heer, u bent koning. Heer, u heeft de hemel en de aarde gemaakt. Heer, als u spreekt, Vader, gebeuren er wonderen. Als u spreekt in zijn leven, o mijn God, Vader. En dank wel, Vader, voor uw doorbraak op dit moment, Heer. In de naam van Jezus. Dank u wel, Jezus. Halleluja.
het woord is tot u gekomen. En als God spreekt, dan doet hij het. Maar als God zegt dat we een steen moeten weghalen, wegrollen, dat betekent dat er iets van ons gevraagd wordt. Want hij kan zeggen, kom naar buiten, maar die steen is er. En het is mooi om te zien dat we met z'n allen gaan voor wat God voor ons wil. En ik geloof vandaag een dag is waar u gaat doen wat God van u wil. Ja, heren. U bent hier met geloof. Bent u hier met geloof? En ik denk alvast aan één groep mensen die misschien denkt, het zal nooit meer gebeuren. Er is alle lijkslucht. Dat wil zeggen, het is voorbij. Een profeet belde me en zei, dit is wat ik krijg voor de gemeente. Voorganger, u hebt kinderen en u wilt uw kinderen alles geven. U wenst ze het beste toe. Ik zeg, zo is het. Hij zegt, het is een groep. En die groep denkt, hoe gaat het gebeuren? Maar zoals u kinderen zegent en de kinderen ontvangen hun zegen, dat is wat ze nodig hebben. En dat is de groep van mensen die een partner nodig hebben. Dit jaar moet het gebeuren. Mensen die willen trouwen, dit jaar moet het gebeuren. En misschien hebt u geen vader meer. Of een vader ver weg. Maar weet u dat een geestelijke vader altijd dichtbij is. En dat is uw voorganger. En ik ga een stap dichter bij u komen. Want God wil een doorbraak hebben in uw leven. Ja? En ik ga hier in het midden staan. En ik ga beginnen met deze rij. De mensen die dit jaar een partner willen hebben. U krijgt van mij de zegen. U krijgt van de geestelijke vader uw zegen. Ja? Het enige wat u gaat doen, u kan me een hand geven. Ja? En dat wil zeggen, wat u moet zeggen, ik heb de zegen. U hoeft niet te veel te zeggen. Want zegen is iets dat niemand van u kan wegnemen. Wanneer u gezegend bent, ze mogen zeggen wat ze willen. Ze mogen doen wat ze willen. Ze mogen dansen wat ze willen. Het maakt niet uit. U hebt het. Ja? Want dit jaar, niet om wat. Ja? Niemand wordt oude vrijster hier. Ja? We hebben onze partners. Amen. Amen. Zijn we er klaar voor? U hoeft niet veel uit te leggen. U moet het gewoon komen halen. Een keer heb ik een boodschap gehoord van, het was Reinhard Bonke. Die man was een wereldevangelist. Soms had hij meer dan 1 miljoen mensen voor hem. En hij wilde zegen hebben van de vorige, een voorganger, een oude man. Die man zat thuis, zijn tijd was voorbij, hij predikte niet meer. Maar hij had iets van, iemand heeft deze salving nodig. En die Reinhard Bonke pakt een trein, gaat helemaal, ik weet niet waar. Ja? En die man zei, ik ben Reinhard Bonke, ik wil die zegen. Die man zegt, is geen probleem. Die man doet die deur open. En hij denkt, die man gaat met hem aan tafel zitten. Die man doet dat. Hij staat buiten, die man staat binnen. Die man zegt, laat me voor je bidden. Hij gaat weg, daarna miljoenen mensen. Alleen die zegen moet u hebben. Zodra ik ze u wilt uitleggen, dat gelooft u niet. Zodra ik ze u wil vragen, u moet het nemen en dat is uw deel. En ik weet niet van u, ja, voor sommige dingen. Ik weet, ik moet niet vragen, ik moet pakken en weggaan. U moet grijpen en vasthouden. En het is van u. Ja? Ik wil vragen dat de mensen van die eerste rij daar, dat ze komen. Als u al getrouwd bent, kom niet meer. Want
Ontvang de zegen, zus. Graag gedaan. Ontvang de zegen, zus. Graag gedaan. Ontvang de zegen, zus. Ontvang de zegen, zus. Ontvang de zegen, ontvang de zegen. 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 Ontvang de zegen. Ontvang de zegen, zus. Je hebt gelijk, kom direct. Ontvang de zegen. Ontvang de zegen, zus. Ontvang de zegen. Zus, ontvang de zegen. Ontvang de zegen. Ontvang de zegen. Ontvang het, zus. Ontvang het. Ontvang de zegen. 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 Ontvang uw zegen, zus. Is uw zegen, ontvang het. Ontvang uw zegen. Ontvang uw zegen. Ontvang uw zegen. Ontvang uw zegen voor dit jaar. Ontvang uw zegen dit jaar. Ontvang uw zegen, zus. Ontvang het. Ontvang uw zegen. Ontvang uw zegen. Ontvang uw zegen, zus. Ontvang uw zegen. Ontvang uw zegen. Broer, ontvang uw zegen. Ontvang uw zegen, zus. Ontvang uw zegen. 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 Ontvang uw zegen, zus. Ontvang uw zegen. 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 Welke rij is nu aan de beurt? Ontvang uw zegen. Ontvang uw zegen. Ontvang uw zegen. Ontvang het. Ontvang uw zegen. Ontvang uw zegen, zus. Ontvang uw zegen. 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 Ontvang het. Amen. Ontvang uw zegen. Ontvangen. Ontvang het. Ontvang uw zegen. 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 Gelijk, ontvang uw zegen. Ontvang uw zegen. Ontvang je zegen. Ontvang je zegen. Ontvang uw zegen. Ontvang uw zegen, broer. Ontvang uw zegen. Ontvang uw zegen. Ontvang uw zegen. Ontvang uw zegen, zus. Amen. Ontvang uw zegen. Ontvang uw zegen, broer. Weet u, het is
3:45. We hebben nog veel tijd. We gaan de profeten aan het werk zetten. Dat u iemand, want we moeten gewend raken aan profetie in deze gemeente. Ja, want we hebben sterke profeten. En anders laat je ze zitten, dan gaat hun billen branden. Ze moeten opstaan en ze moeten werken voor de Heer. Ja? Waar is er een microfoon? Ik wil zuster Gracia Lund vragen. Zuster Gracia, komt u. Hebt u een woord voor iemand? Dus u moet, de profeten in dit huis moeten voorbereid zijn. Ja, elke zondag. U roept iemand naar voren. U kunt die persoon halen. Wat u wilt. U bent aan het werk. We gaan het geen 2 dagen laten duren, want we moeten ook andere dingen doen. Ik weet niet van u, maar het is goed als God dat u spreekt. Dat weet u. Yes. Wat is uw naam? Muriel. Zuster Muriel. De Heere zegt, welkom in mijn huis. Je bent hier niet per toeval. Het was geen uitnodiging die je hier bracht. Maar mijn roepstem die je volgde. Blijf je niet blind staren op mensen die mijn naam misbruikt hebben. Die zo je vreugde stelen, mijn dochter. Ik ben de goede herder, zegt hij. Ik heb je bij je naam geroepen en je moest hier zijn. De Heere zegt, mijn dochter, je hebt gezocht en je bent nog steeds zoekende. Maar ik ben bij je en ik wil dat je weet dat je op de juiste plaats bent. Het is niet jouw strijd, maar de mijne. Geef het dan ook aan mij. Ontvang vandaag mijn zegen. Ontvang mijn troost. Ontvang mijn liefde. En ontvang groei op elk gebied van je leven. Amen. Zuster Silma, zuster Silma, we hebben je lang niet gehoord. Komt u, komt u. Dus ik heb de profeten gezegd, elke zondag moet je voorbereid zijn. Gebeurt het, gebeurt het niet, gebeurt het wel. U bent, je mag geen grappen, ga degene halen. Zuster, gaat u gang. Tegen jou vanmorgen, fear not. Vrees niet, drie keer. Vrees niet, want ik ben met jou. Ik ben met jou overal waar je gaat. Ik ben ook altijd met je geweest. Ook de momenten waarvan je dacht van, eigenlijk de tekst wat de profetes net aanhaalde, van, Heer, als u met mij was, waarom is dit me overkomen? De Heer zegt, ook in die momenten ben ik bij je geweest. En de Heer zegt, je hoeft niet bang te zijn. Ik heb alles onder controle. En wat hij ook zegt, aangaande je situatie nu, zegt de Heer, dat hij je genade zal geven om te accepteren de dingen die je niet kan veranderen. Hij zal je kracht geven om je daarin te berusten. De Heer zegt, er zijn tijden en seizoenen. Hij is degene die tijden en seizoenen verandert. Ook in jouw leven. En je zal zien, weet je, net zoals we nu in de winter zijn en straks is het lente plotseling. Zo zal de Heer de dingen keren in je leven. Dus vecht daar niet tegen. Hij zal je kracht geven om te staan en om te gaan. En de Heer zegt ook, word niet moe om het goede te doen. Op zijn tijd zal je oogsten. De Heer laat me ook je hart zien. Hij zegt, u heeft een heel mooi hart, een zacht hart. En het is geen teken van zwakte. Maar hij heeft je zo gemaakt. Ga niet veranderen. En je bent ook geen softie, zeggen ze, als je hart zacht is. Maar hij heeft je zo gemaakt. De Bijbel zegt ook, degene die zacht, een zacht hart hebben, zullen God zien. Je zal God zien. En door de zachtheid van je hart, zullen mensen zich aangetrokken voelen tot jou. Mensen die misschien bang zijn om mensen opnieuw te vertrouwen, zullen naar jou toe komen. Omdat je hart zacht is. Ik had nog één laatste iets. En de Heer zegt ook over jou, je bent een soort Jael. Ken je het verhaal van Jael in de Bijbel? Weet je, ze valt niet op, ze staat niet op podium, maar ze heeft kloeke daden voor God gedaan in een tent waar niemand zag. En zo zal God je gebruiken. En als laatste zegt de Heer tegen jou, ga door met dromen. Geen enkel droom is te groot. De dromen die Hij jou heeft gegeven, schrijf ze op. En te zijner tijd, schrijf ze, moet ze echt opschrijven. En op een gegeven moment zullen de puzzels op hun plek vallen. Amen.
Justin, wil je komen? Zeggen. Ik heb vanuit de moederschoot geroepen om geweldig te zijn. I have called you to be great. En je zegt waarlijk, mijn dochter, al lange tijd heeft een wolk om je heen gehangen van mentale abuse. Maar je zegt waar, die tijd is waarlijk voorbij. Daar mensen als het ware misbruik maakten van dat je er voor hen was, dat je in investeert, de Heer, die tijd is waarlijk voorbij. Want ik breng een ommekeer. Dat in ieder waar je wil investeren, zowel financieel, maar ook in je tijd en je aandacht, je zal merken dat dingen omhoog zullen gaan. Because I have called you great. En je zegt, waar is een tijd dat ik zo dusdanig in ga gieten om nieuw weer uit te stappen op bijzondere wijze. Heb je toevallig zussen? Want je zegt ook zelf daarin, onder je zussen ben je juist de persoon die altijd uitstapt. Je altijd de persoon die zegt, weet je, ik ga er gewoon voor. En je zegt, waar, je bent als een Joshua, iemand die gebied inneemt, iemand die durft stappen te ondernemen. Om te zeggen van, hé, ik ga daar waar anderen niet durven te gaan. En je zegt, waar, daar waar jij zou gaan, zul je zussen laten met je meekomen. Het zal zijn alsof je zussen voor je zullen gaan werken. Maar je zegt, waar, I have called you great. En ik zie een heel groot bedrijf. Zo in Nederland naar België, ik zie verschillende dingetjes doen. Maar zeg maar, dit is een tijd van zo'n vernieuwing. Waarbij mensen opnieuw gaat kunnen vertrouwen. Weer opnieuw in zou kunnen bouwen op een zeer bijzondere wijze. Yes, Lord. Ik zeg maar, omtrent financiën, alle gedeelden, maak je niet druk. En zie je zo veel lange tijd gezocht naar de juiste boekhouder en zo. En je zegt, waar, mijn dochter, ga je precies op haar hart geven. Wie je moet zijn, wie je accountant zal zijn om alles voor je te managen. En je zal niet langer meer bedrogen worden op bepaalde dingen, maar je zal ervaren en weten dat ik het ben die je alles geeft wat je nodig hebt. Yes, Lord. Ik hoor je de waarheid zeggen, hij zal je niet in de steek laten, hij zal je niet laten vallen, maar je zal merken, succes op succes op succes op succes op succes. And I have called you my daughter, and I have called you, hallelujah, so great. Take this with you. And I have called you to be mighty, and I have called you to be on fire, and call out my name. And you will see your family coming in. Be blessed. Ik wil profeet Regilio vragen, als je een woord voor iemand hebt. Komt u. Ik wil zuster Laura vragen om te komen voor de bekendmakingen. Prees. Oh, je hebt ook één. Geweldig. We hebben drie samen. Laten we ook direct het offer gaan ophalen, lieve mensen. Ik had mij helemaal zo voorbereid, maar niet verwacht dat ik zo in één keer hier zou staan. Maar dat maakt niet uit, want er is altijd reden om te offeren aan de levende God. En er is altijd reden om te geven aan de levende God. Ik was de afgelopen tijd in het woord aan het lezen. En dan lees je over baby Jezus die op aarde komt. En dat de herders komen om hem te aanbidden.
En het is zo dat ze zichzelf neerwerpen voor koning Jezus, die nog helemaal niets heeft gedaan eigenlijk op dat moment. Gewoon een babytje is, maar op dat moment al wordt aanbeden. En ze nemen allerlei dingen voor hem mee. Mirre, wierook. Om hem te verhogen, om hem groot te maken. En op dat moment had hij eigenlijk nog helemaal niets gedaan. Gewoon koning zijn en baby. Op aarde komen. Maar u en ik weten hoe dat verhaal afloopt. U en ik weten wat hij vervolgens heeft gedaan. En ik geloof dat dat des te meer reden voor ons is. Dat toen die herders hem zo konden aanbidden en konden eren. Terwijl zij nog niet eens wisten wat voor groot zij allemaal zou doen. Hoeveel te meer is dat reden voor ons, voor u en mij, om hem te aanbidden. En dat onder andere te doen met ons offer. En ik wil u dus ook vragen om uw offer gereed te maken uit aanbidding, uit eer. Zoals we net ook hebben gebogen voor de koning, wil ik u vragen om dit moment ook de koning te eren, maar dan met uw financiën. Om te komen met iets geweldigs, om te zeggen, Heer, dit is mijn hart naar u. Halleluja. Ik wil u vragen, maak uw offer gereed om de koning te eren, om hem te verhogen. En geef hem wat hem toe behoort. Als het goed is, komt er ook een QR-code achter te staan. En ik zie dat mensen allemaal aan de gang gaan met de telefoons, hartstikke goed. Misschien heeft u offer al gereed, want u geeft het misschien op een andere manier. Dus laten we dan alvast gaan staan en laten het in onze rechterhand houden. En Heer, we willen met dit offer voor die troon van genade komen. En we willen tegen u zeggen, Koning Jezus, ook wij willen u eren. Dit is waarmee ik u wil eren, waarmee ik u groot wil maken. Tegen u wil zeggen, zo ontzettend bedankt voor wat u heeft gedaan, grote, machtige koning. Dat u uw leven heeft gegeven voor ons. In Jezus' machtige naam. Amen. U mag naar voren komen. Mensen gooien nog wat in de manden. Laten we in gebed gaan. Voor. Ga ik te snel? Laten we in gebed gaan. U mag gaan staan. Dank u, Hemelse Vader, voor alles wat is gegeven. Nogmaals, dit doen we om u te eren. Maar u weet dat mensen ook hebben gegeven. Sommigen hebben misschien het laatste gegeven wat ze hadden. Puur om u te eren, Hemelse Vader. Sommige mensen hebben gegeven van hun overvloed. Vader, we bidden dat hier een zegen over rust in de machtige naam van Jezus. Voor deze gemeente, maar ook voor onze eigen huizen. Heer, ik bid dat vrucht, dat vrucht, dat vrucht, dat vrucht in de naam van Jezus Christus hier voortuit zal komen. In Jezus' machtige naam. Amen. Halleluja. Laten we snel de mededelingen doen, zodat we apostel zometeen nog genoeg tijd geven om zijn woord te kunnen delen. We vliegen er met elkaar doorheen, maar wel op zo'n manier dat u alles nog herinnert. We beginnen met de midweek sessions, want elke woensdag om 7:30 kunt u hier aanwezig zijn om met elkaar het woord tot zich te nemen. Ik weet dat u dat ook elke zondag doet, dat u aandachtig luistert. Maar hoe mooi is het om ook door de weeks opnieuw het woord te horen. En opnieuw dat er in u gezaaid kan worden. En ik wil u zeggen, als het weer een tijd geleden is dat u bent geweest, wordt het weer tijd om te komen. Vanaf 7:30, hier, woensdag, verwelkomen we u graag.
Gaan we door naar de volgende. Naar de maatschappelijke zorg. Want we willen u laten weten dat als u zegt, joh, ik zit met een probleem. En misschien zou het zo kunnen zijn dat al die verschillende expertises van de maatschappelijke zorg mij zouden kunnen helpen. Vraag het gewoon eens. En dat kunt u doen, want ze zullen na de dienst achter in de zaal gaan staan. En dan kunt u daar gewoon eens kijken of zij de juiste mensen zijn om u verder te kunnen helpen. Er zijn zoveel verschillende expertises. Gewoon vragen. Gewoon vragen en daarheen gaan. Dan gaan we naar de volgende mededeling. De nieuwkomersbijeenkomst. Misschien bent u al een tijdje hier. Maar eigenlijk ook nog vrij nieuw. Bent u nog een beetje zoekende, wegwijs. In een grote gemeente is het belangrijk dat je naar zo'n nieuwkomersbijeenkomst komt. Op de zaterdag 4 maart. En dat begint dan vanaf 7 uur tot 9. Dat helpt je wegwijs te worden in de gemeente. Wat voor coördinatoren, wat voor bedieningen er zijn. De structuur die er is. Handig om te weten. Zodat je weet, wat is er allemaal in deze gemeente beschikbaar. En dan een volgende, een hele mooie, de echtparenavond. Inderdaad, daar mogen we even een applaus voor geven. Een heleboel mensen die een hand hebben gegeven weten, volgend jaar ben ik daar ook aanwezig. Inclusief ikzelf. Dat zal zijn op de 17e van maart, vanaf 7 uur tot 9 uur. Maar je mag er ook al eerder zijn, want de inloop begint vanaf 6:30. Wel even goed om te zeggen, er wordt ook een bijdrage gevraagd van €20 per echtpaar. En je kunt je aanmelden via de website. Maar ik kan u garanderen, het zal dat bedrag meer dan waard zijn. U gaat zo ontzettend toegerust worden, meer dan waard. En dan zijn we er eigenlijk alweer doorheen. Er is nog wel één iemand die ik nog even kort wil vragen. En ik kijk naar hem. Dat is Ephraim Hart. Laat hem ook verwelkomen. Een extra bekendmaking. Een administratieve handeling, maar wel ontzettend belangrijk. Want het is ontzettend belangrijk dat we geconnect zijn met elkaar. En juist in deze tijd van opwekking, waarin we profetieën zien, waarin we dit jaar huwelijken gaan zien, zijn er ook een paar mensen die we misschien hebben gemist. En COVID voelt misschien al een tijdje terug, maar tijdens de COVID-pandemie zijn er zusters en broeders in de kerk geweest. Ik hoop dat ze misschien nog via de livestream kijken. Maar we hebben ze daarna niet meer gezien. En we vragen dan, hoe gaat het met die broeder en die zuster? En we weten dan hun naam, maar we hebben geen telefoonnummer. We weten niet zoveel van ze en we kunnen ze dan niet meer bereiken. En daarom deze administratieve handeling, wat heel belangrijk is, Planning Center. We hebben de afgelopen jaar heel veel verschillende communicatiesystemen gehad. Misschien staat uw nummer bij een andere broeder of zuster in de telefoon. Maar apostel hoort dat u jarig bent, maar hij weet niet bij wie uw nummer staat. Dus hij kan u niet bereiken. Dus het is echt belangrijk dat u deze QR-code scant. Zodat alle gegevens op één plek centraal staan. AVG-proof, voor de mensen die dat willen weten. Dus we zorgen dat uw gegevens, dat er veilig mee wordt omgegaan. Maar het is echt belangrijk als u jarig bent, als u zich niet lekker voelt, dat we u kunnen bereiken. Maar ook, juist omdat hier staat Amsterdam voor Jezus, hè, het is een tijd van opwekking, moeten we natuurlijk ook weten, wie bent u? Wat wilt u doen in het huis? Wat wilt u doen voor de Heer? En dan is het echt belangrijk dat we uw gegevens hebben. Dus terwijl ik praat, scan de QR-code. Mocht u geen telefoon hebben, bent u niet afgeschreven, we willen nog steeds in contact met u komen. Er zijn ook formulieren, als u geen QR-scan mogelijkheid heeft, steek even uw hand op. Dan krijgt u ook een formulier om uw gegevens in te vullen. Mocht u denken, ik heb al eerder een keer mijn gegevens ingevuld. Dit is de meest recente, hier gaan we mee werken. Die andere gegevens proberen we dan langzaam weg te halen. Misschien bent u in de tussentijd getrouwd. In het komend jaar, als u trouwt, kunt u dat ook weer aangeven in het systeem. Want volgens mij de hele gemeente bijna. Dus het is belangrijk dat u ons ook update. Kunt u uw telefoon pakken en de QR-code scannen? Is dat een... Ik zie nog niet heel veel telefoons, of heb ik zo lang gesproken dat... Super. Mocht u via de livestream kijken en lid zijn van een andere gemeente, van Almere of Haarlem, kunt u ook de QR-code scannen. Want u kunt in de QR-code aangeven bij welke gemeente u hoort.
We nemen even een moment. Zijn er mensen die een foutmelding krijgen? Het is geen probleem als het vandaag niet lukt. Ik zal zo kijken wat er aan de hand is. Als het goed is, moet het goed gaan. Maar de komende weken gaan we die QR-code in beeld laten staan. Want we moeten echt van u uw gegevens hebben, zodat we in contact met u kunnen blijven. Oké, het lukt dus wel. Ja. Ik geef de microfoon weer terug. Halleluja. Allemaal doen, hè? Echt doen. Oké, laten we even gaan staan, want we gaan het woord zometeen gaan horen. Maar dat gaan we horen van een heel bijzonder persoon. Namelijk uw eigen geestelijke vader. Dus laat hem verwelkomen met een machtig applaus. Onze eigen geestelijke vader, apostel Oswald Hart. Halleluja. U kunt plaatsnemen. Het woord van vandaag was, we moeten een steen wegrollen. Zo is het, hè? En Jezus gaat die steen niet voor u wegrollen, wij moeten het wegrollen. Hij zegt, haal die steen weg. Laten we deze prediking als zo zien, we moeten een steen weghalen. Vandaag wil ik het hebben over, de hele tijd ben ik bezig geweest over ziel en geest, hoe God eigenlijk ons gemaakt heeft. Maar vandaag wil ik een stuk verder gaan. En het hebben over de geest en de ziel zijn beide onzichtbaar. En toch is het zo dat de ziel de geest in de weg kan staan. Vader, we danken u, Vader. We danken u. We danken u voor uw goedheid en we danken u voor uw genade. En ik bid u, Vader, want door genade hebt u ons gered. Jezus zegt aan Nicodemus, hoe kan iemand wederom geboren worden? Vader, uit water en geest. Het is niet een natuurlijke geboorte, maar het is een geestelijke geboorte. En we bidden u, Vader, dat we mogen verstaan wat geestelijke geboorte is. En we mogen verstaan, Vader, wat dit allemaal met zich meebrengt. Help ons, Vader, in Jezus' naam. Amen. Mic op scherm, Ezekiel 36, vers 26. Voordat ik naar deze tekst ga. Bij de schepping heeft God gezegd, laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis. En als God dat zegt, dan heeft God het over, wat is God zijn gelijkenis, wat is God zijn beeld? Is de geest die God aan u gegeven heeft. Ja? En de geest komt van God. En God zegt, dat is mijn gelijkenis. En daarom zegt de Bijbel, man en vrouw schiep hij hen. Ja, naar Gods beeld schiep hij hen. De geest is onzijdig, heeft niks met man en vrouw te maken. Man en vrouw schiep hij hen. En nadat God de geest van de mens geschapen had, had de geest een lichaam nodig om in te wonen. En zo kreeg hij een lichaam. Maar God zegt, als ik niet inblaas en mijn levensadem bereikt de geest en het lichaam, wordt het geen levende ziel. En nadat God had ingeblazen, is het lichaam geworden. De Bijbel zegt een levende ziel. Maar wat zegt de Bijbel eigenlijk daarmee? Dat de ziel is ontstaan doordat God heeft ingeblazen in het lichaam. En de geest eigenlijk contact kon hebben met het lichaam door middel van de ziel. De ziel is ons verstand, ons vrije wil en onze emoties. Ja? Na de zondeval is het zo geweest dat de Bijbel zegt, wij alle hebben gezondigd en we missen de heerlijkheid van God. Het contact met God is verbroken. Wat er is gebeurd is dat de geest van de mens niet meer direct met God kon communiceren. Ja, het kon niet. Het kon niet. En dat hebben wij als kinderen
als mensen, de hele mensheid, daarom zegt de Bijbel, wij alle hebben gezonden. Ja, iedereen, maakt niet uit als je de paus bent of als je daarachter woont, iedereen. En God heeft er een oplossing voor gezocht om eigenlijk bekering te brengen. Maar dat stukje dat vernieuwd wordt, de Bijbel zegt, zo is dat we in Christus is een nieuwe schepping. En toch zien we zijn nieuwe scheppingen. Maar één ding wat niet verandert, is ons denken. De emoties zijn daar, ze zijn geblokkeerd, ze zijn gefrustreerd, ze zijn gepijnigd. Van alles is met die emoties gebeurd. En dan lijkt het alsof we niet veranderd zijn. Maar God zegt, we zijn een nieuwe schepping. Zo is het toch? Je bent een nieuwe schepping. En wat vernieuwd is, is uw geest. Als God zegt, geef uw hart aan Jezus, eigenlijk is uw geest. Hij wil uw geest vernieuwen. Neem Jezus in uw hart, is eigenlijk wedergeboorte. We kennen het verhaal van Nicodemus, hij kwam bij Jezus, hij was een leraar, was een leraar van Israël. Geweldig man. En Jezus praat met hem over wedergeboorte en hij begrijpt het niet. En de normale geboorte is, zat ze in eicel, die komen bij elkaar te versmelten, er vindt celdeling plaats en hele ontwikkeling enzovoort. En daar zijn we. Makkelijk gezegd, hè. Dat is de normale geboorte. Maar bij wedergeboorte is het zo dat onze geest, God maakt het schoon, God reinigt het, dan brengt God zijn geest in onze geest. En dat wordt genoemd wedergeboorte. Dat wordt genoemd, we zijn een nieuwe schepping. Dus alles van God is in onze geest. Ja? Als we denken aan David, vorige week hebben we het gehoord hoe ondeugend David is geweest met Bethsaida. We hebben het gehoord, hij was een ondeugende man, David. Ja, hij was ondeugend. Ja, dat hij ervoor zorgt om met iemands vrouw ervan door te gaan en die persoon te laten vermoorden. Dus David was niet aardig. Maar als Nathan David tegemoet komt, u kunt het lezen in Psalm 51, dan zegt David iets heel bijzonders. Hij zegt, Vader, vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. Hij denkt, ik verander maar niet. Ik ga van die ene naar die andere, ik ben koning, dus ik kan het maken. Maar het is echt een overtreding om te nemen wat niet van mij is en die man te laten vermoorden. Hij zegt, vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. En weet je wat hij nog meer zegt? Hij zegt, in zonde ben ik geboren. Met andere woorden zegt hij aan God, Vader, vernieuw me. Maar die rommels die ik doe, en zonde heeft mijn moeder me ontvangen, dus ik kan niet helpen. Het zou mooi zijn dat je kan niet helpen. Maar dat is wat hij zegt eigenlijk, ik kan niet helpen. Maar waarom ik deze tekst, en God doet het ook om hem te veranderen, echt, en hij bekeert zich. Want daarom noemt God David een man naar mijn hart. Maar ik wil het hebben over die geest in ons die vernieuwd is, die heeft gemaakt dat we een nieuwe schepping zijn, dat we wederom geboren zijn. Daarom wil ik dit stuk gebruiken in Ezechiël. God zegt aan Ezechiël een nieuw hart, want Israël veranderde niet. Ze bleven maar zondigen, wat God ook doet. Ja? En hier zegt Ezechiël, een nieuw hart zal ik u geven. David heeft ook om een nieuw hart gevraagd. En een nieuwe geest in uw binnenste. Je gaat bekeren. Ja? En dat oude hart, die dingen die je vroeger deed, ga je niet meer doen. Het hart van steen, want die kan niet veranderen. Is echt een boos hart, een verschrikkelijk hart. Hij wil, weet God heeft ons gemaakt, goed en kwaad, goed en slecht. Zo zijn we. Als je van die boom eet, zal je kennen, goed en kwaad. We kunnen als mensen goed zijn, we kunnen ook verschrikkelijk slecht zijn. Ja? Het hart van steen zal ik uit uw lichaam verwijderen en ik zal u een hart van vlees geven. Dat wil zeggen, je gaat niet meer verschrikkelijk zijn. Je bent bekeerd. Maar ik wil het hebben over de volgende vers. De volgende vers. Hier gaat het om. Hier zie je, God spreekt iets in de dagen van Ezechiël, wat hij alleen door Jezus kon doen. Dat wordt genoemd wedergeboorte. Je hart is bekeerd, netjes, mooi gewassen, gereinigd. Maar nu zegt de Bijbel, mijn geest zal ik in uw binnenste geven. Dit is waarom de Bijbel zegt, we zijn een nieuwe schepping. God geeft zijn geest in uw binnenste. Uw geest is er, dan is er een verbinding tussen uw geest die eigenlijk vernieuwd is, bekeerd is, maar God brengt zijn geest in uw binnenste. En God zegt,
Eindelijk is het mogelijk. En maken dat geen naar mijn inzetting wandelt en naast toch mijn verordeningen onderhoudt. Het was onmogelijk om God zijn wetten uit te voeren. Het was onmogelijk om zijn verordeningen te onderhouden. Maar omdat we een nieuwe schepping zijn, zegt God, het is mogelijk. En toch zien we dat we struggelen. We willen goed zijn. Hoe meer we denken we willen goed zijn, dan lijkt het alsof we in het paradijs zijn. En de duivel komt op bezoek. Hij kan niet komen aan die geest, maar hij kan wel komen aan die ziel. Want u hebt nu een nieuwe staat, een nieuwe vorm, eigenlijk in uw geest ontvangen. Maar die ziel, uw wil, uw emoties, uw gedachten, niet veranderd. Dat is niet bekeerd. U denkt u dat de Bijbel zomaar zegt, wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken? Omdat God weet, er zijn dingen in ons gebeurd. Toen Erika hier was, heeft ze iedereen aangeraakt. Op een gegeven moment sprak ze en ik hield mijn hoofd vast. Toen dacht ik, laat me niet doen. De mensen gaan zien dat ik mijn hoofd vast houd. Echt waar. Waarom? Ze had het plotseling, die vrouw kan je zo meenemen in dingen. Ja. En ik weet, toen ik klein was, we speelden in een zwam, veel water, je ren. En misschien was ik 9 jaar, 8 jaar, ik weet niet. En een jongen, een man, hij was misschien 16, laat me geen man noemen. Je speelt en hoofd onder water. En ik wil mijn broer roepen, onder water. Dus toen die vrouw het zei, ik kreeg helemaal... Soms denk ik, als we Sinterklaas zien, toch, ik ben 65, toch denk ik, wist die man, ik ben een beetje bang voor hem. Maar weet u wat er is gebeurd? Ik was op de lagere school. En daar waar ik woonde, woonde familie Stolk. En je loopt even om zo. En die mensen waren Nederlanders die achter waren gebleven in Suriname. Surinaamse boeren noemen we ze. Ja? Zijn landbouwers. Zeg ik het goed? Een boer, een boer. Ja? Dus als in Suriname hoort boer, hebben ze het over een boer. Maar ze hebben het over een beetje een wit persoon, boer. Ja, hey boer, hoe gaat het? Ja? Ja? En wat gebeurt er? Ik weet, of ik zat nog in kleuterklas of eerste, of hier zouden zeggen groep 3. Is er Sinterklaasfeest op school? En man is tolk. Ik ken hem goed. Maar hij komt op zo'n paard Sinterklaaspak. Hij neemt zijn zonen allemaal gesmengd. En die mensen denken, juf, wie is dood geweest? En zij op het erf pakken die kinderen. Dat ding is me bijgebleven tot vandaag. Ja? Dus als ik naar de winkel ga, ik zie die mannen, begin ik te denken, Nee, ik meen het. En het is echt zo. U gaat denken, een grote man met een gekheid. Is iets dat achterblijft. Onze ziel is niet bekeerd. Onze ziel moet bekeren. Soms, mijn buurman had Sinterklaas kleren aan. Ik denk, ja. Elke dag praat ik met hem. We doen schutting samen van alles. We praten als hij komt bij me. Toch denk ik, zie je wat met je ziel kan gebeuren? Echt. Ja. Maar wat zegt God? Mijn geest zal dus, uw geest is helemaal nieuw. En u hebt de geest van God in uw binnenste. En God wil door uw geest werken. Ik wil dit uitleggen aan de hand van, ik heb een paar voorbeelden genomen, ik hoop dat het lukt. Ik heb eerst een foto, eigenlijk een foto waar die vrouw bij een put zit. Dit. Weet u dat uw geest een bron is? Het is net een waterput waar u uit moet putten. Alles wat u nodig hebt voor landbouw, voor noem maar op, wat u ook voor om te drinken, om u te verkwikken, te verkoelen. Alles zit in de put. Alles wat God u heeft gegeven, zit in de put. Ja? Maar om eraan te komen wat er in de put zit, hebt u een emmer nodig. De put is uw geest, die emmer is uw ziel. Anders kan het niet komen tot u. Ja, en die mevrouw staat daar. Maar als je goed kijkt, deze put is in een dorp, is een oude put. En het hele dorp wordt ziek. En dan komt GGD erachter. Suriname zou zeggen BOG. Wie kent BOG? Is Bureau Openbare Gezondheidszorg. Wat is de afkorting van GGD? Niemand weet. Ja. Maar het moet ook iets te maken hebben met gezondheidszorg. Ja? En die mensen, GGD zegt, weet je wat, ik moet er iets aan doen. Ik ga ervoor zorgen dat ik die hele omgeving reinig,
Want waarschijnlijk zijn er ziekteverwekkende organismen, bacteriën enzovoorts, in cellige organismen, die ziekte veroorzaken in die put. Dus ik kan niet zeggen, ze gaan naar Rentokil. Rentokil is voor insecten. Ja? Maar in elk geval, ze zorgen ervoor dat de hele omgeving gereinigd wordt. En dan komen ze met een nieuwe put. Nieuwe put, snel. Want we zijn vernieuwd. Die bron in ons binnenste is nieuw geworden. Zie je daar, fris. Dus uw geest is fris en nieuw. En eigenlijk moet niemand meer ziek worden, want GGD heeft zijn werk gedaan. Ja? Is net in Suriname geen ding meer, want BOG heeft zijn werk gedaan. Geen ziekte, geen niks. Maar wat zien we gebeuren? Die mevrouw die we bij de put hebben gezien, die gaat weer water putten. En toen die mensen die put zouden vernieuwen, het zou één dag gebeuren, heeft ze emmer water naar huis gebracht. Want ze zei, ik moet baden, ik moet eten. Ja? Deze vrouw weet, alles moet goed gaan. Kan je dat plaatje zetten van die, ik heb twee emmers toch? Die oude emmer. Zie, diezelfde emmer die vrouw had, waarmee ze vroeger water uit die put kon putten, of water uit die put kon halen, ze kon met diezelfde emmer. Dus die geest is vernieuwd, maar die ziel is even oud. En die ziel zit vol bacteriën en dezelfde ziektekiemen zitten in die ziel. En wat ze doet, plotseling zie je, ze besmet alles weer. Dus u gaat en u begint weer diarree te krijgen, maagpijn te krijgen, ziek te worden. Waarom? Is niet die put heeft het probleem, is uw ziel heeft het probleem. Het is waar het probleem in zit, zit in die emmer. Maar wat wil God? Mag ik die nieuwe emmer hebben? Kijk goed, kijk hier, mooi hè? Daarom wil God hebben dat uw ziel, want uw geest is vernieuwd, maar uw ziel moet ook vernieuwd worden in dezelfde staat als uw geest. Waardoor uw geest met uw ziel kan communiceren, uw ziel niet besmet is, vervuild is, ja, waardoor dat naar het lichaam kan komen. Weet je hoeveel power in uw geest is? Er is zoveel kracht in uw geest. Sommige mensen in hun denken hebben verschrikkelijk veel kracht. En ze kunnen het ook laten zien. Wat God wil, is dat wij... Laten we gaan naar Efeze hoofdstuk 4, vers 22. En daar staat er dat jij, wat uw vroeger wandel, uw vroeger wandel is uw manier van leven van vroeger. Als je het leest over wandel, denk niet dat je met iemand gaat lopen daar op het strand. Het is gewoon uw vroegere manier van leven. En de Bijbel zegt, en dat jij, dus u, wij, ik ook, iedereen, wat onze vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt. Afleggen is uittrekken, wegdoen. Dat is wat daar staat. Maar eigenlijk staat er, die onze manier van denken, onze manier van handelen, wat vroeger, zoals we vroeger, dat moeten we gaan afleren. Als je iets aflegt, is uittrekken, je wil het niet meer, want zoveel mensen gaan trouwen binnenkort. We hebben gezien hoeveel mensen. Als je zo komt aanlopen, als je vandaag bent gekomen naar de kerk, die man gaat zeggen, wel, ik ben naar huwelijken gegaan. Soms herken je die mensen niet, zo mooi zijn ze. Echt waar, ze zien er fantastisch uit. Waarom? Omdat ze getrouwd zijn. Dus wij moeten gaan afleggen, die oude mens. Afleggen betekent afleren. Waarom? Het brengt ons ten verderven. De vroegere mens afleggen die ten verderven gaat. En hij gaat niet zomaar ten verderven door naar zijn misleidende begeerte. We moeten hem afleggen. Onze vroegere manier van denken, God zegt, we moeten het afleren. Onze vroegere manier van doen, afleren. Ja? Onze vroegere manier van handelen, afleren. Het is makkelijk om wederom geboren te worden, want je hebt berouw voor je zonde.
Maar dit stukje, dat is die steen die we moeten weghalen voor het graf. En we gaan ervoor zorgen dat er geen... Want die geest heeft last van die lijkscheur. Waarom? Omdat die steen, onze vroegere manier van handelen, zit voorin. En die geest kan niet naar buiten. Integendeel stoort het de geest. Want het, iets dat ruikt, iets dat steen, iets dat niet prettig is. Ik wil je zeggen, niemand wil in de buurt komen. Je gaat vanzelf naar achteren. Ja, als net wanneer iemand met je praat, en je weet, als die persoon praat, je valt flauw. Ja, dan weet je dat je afstand gaat nemen. Dus die geest kan niet naar buiten komen. Wat in die geest is, kan niet naar buiten komen. Ja? Maar dan staat er hier, en dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken. Omdat, wat verjongd daar is gewoon vernieuwd. Maar je moet vernieuwd worden, verjongd worden door de geest van uw denken. Vind je nergens. Word vernieuwd. Ja? Word hervormd door de vernieuwing van uw geest. Maar hier staat geest van uw denken. Dat wil zeggen, ik wil het zelf zo zeggen, uw ziel heeft een geest. Uw ziel heeft een geest. Uw ziel heeft power. Maar wat God zegt, je moet in je ziel vernieuwd worden. Ja? Want wat doet die geest? Hij zorgt ervoor dat je zo sterk bent, ja, waardoor de geest ondergeschikt wordt aan de ziel. Terwijl eigenlijk ze moeten zijn op één frequentie. Ze moeten kunnen doorsturen naar elkaar en naar het lichaam. Wat in de geest is, moet naar buiten komen. Maar als de geest onderdrukt wordt, omdat dit zo sterk is, komt niks naar buiten. U kunt veel weten aangaande het woord van God. U legt uit van hier tot volgend jaar. Dat mensen denken, wauw, maar niks van de geest komt naar buiten. U kunt een universiteit hebben. U kunt de hoogste pater zijn, de hoogste dominee. U kent elke bijbeltekst uit het hoofd, want er is kracht van ons denken. We zijn niet dom als mensen. Maar wie zegt dat het de geest is die naar buiten wil komen? Nee, is ons verstand. Ja? En ik vind het zo bijzonder dat hier staat dat we verjongd moeten worden door de geest. Dus uw denken heeft een geest. Maar laat me het gewoon netjes zeggen zoals ik het moet zeggen. Als de Bijbel zegt de geest van uw denken, is het gewoon uw ziel. Wat u vanaf uw geboorte hebt geleerd, wat u altijd hebt geleerd, zit in uw ziel. En het kan u blokkeren. Het kan u tegenhouden. En de nieuwe mens aandoet. Dat wil zeggen, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Mooi gezegd, hè? Want zo is de geest. Hij is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. En God wil hebben dat dat ook in onze ziel moet gaan gebeuren. En dat moeten we aandoen. Aandoen is aanleren. Ja? Afleggen, zoals de Bijbel zegt, is afleren. Ik heb een paar dingen geschreven. En ik zeg, wat gaan we afleggen? Als we kijken naar ons moreel gedrag, als het gaat om liegen, roddel, overdrijven, bedriegen. Ja, al die dingen moeten... Sommige mensen is normaal voor ze, hoor, om te liegen. Is gewoon... Echt gewoon, is normaal. Gewoon, ze liegen om alles. Soms liegen ze om niets. Echt gewoon, je denkt, maar waarom? Dan denk ik, oké. Dus, is zo bij je. Dus die oude mens is een leugenaar. Die oude mens is een bedrieger. Die altijd overdrijven ze. Ze weten ze hebben 10 euro. Ze gaan zeggen ze hebben 1000. Ze weten ze hebben een huis gekocht voor 100.000. Ze gaan zeggen mijn huis kost 1 miljoen. Waarom? Waarom? Alsof het niks is. Ja? Roddelen is gewoon. Voordat iemand ze belt begint. Maar weet je die? En die en die. Als zeg je, je kent die persoon niet. Nee, maar je kent die persoon. Die persoon draagt geel. En die persoon woont daar. Waarom? En dan begin je met die persoon. Zeg je, maar die moeder dan? Dan ken je die moeder niet. Ja? Voor wie is het nodig? God zegt, we moeten al deze dingen afleggen. Leg het af. Er gebeuren dingen met ons. Ja? Waarvan ik zeg... Onze mentale manier van denken. Dingen als onrust.
dingen als ongerust, dingen als angst. Ja? Dingen als onvergevingsgezindheid, jaloezie. Zomaar zijn mensen boos op anderen gewoon. Ze lopen op straat. Alleen denk je, liever groet ik niet. Want die mensen hun gezicht is zo op ontploffen. Dat je denkt, als je groet, word jij ontploft. Ja? Want die ontploft voor jou voor niks. Ja? En angst, terwijl ik dit opschreef, dacht ik aan, heb je een keer een, ik probeer het een geit die achter een leeuw rent en die leeuw is bang. Of een muis die achter een poes rent en die poes denkt, mijn god, dat kan niet. Eigenlijk moet een leeuw, als een leeuw een geit ziet, een koe ziet, welk dier dan ook, die leeuw draait zich gewoon om, hey, eten lunch. Dat moet het zijn. Als een poes een muis ziet, ja, weet u dat mensen nog steeds bang zijn, want ze dromen over koeien die achter ze rennen. Anderen dromen over, ik heb een gezicht van een oma gezien in een droom en ik was zo bang. Hoe kan je bang zijn? Je oma is gaan rusten, is een andere geest is gekomen, bestraf hem. Ja, het kan niet zijn dat je bang bent. God wil het niet. We moeten die dingen afleggen. Ja, we moeten de dingen afleggen, verkeerde geesten aanbidden. Ik wil niet vervelend zijn. Weet je hoeveel mensen vragen, mama, papa, opa. Ze mensen gaan dood toch? Iedereen gaat dood. Dan gaan ze nu vragen, zorg ervoor dat ik geld heb. Maar die mensen hadden geen geld. Wat voor geld gaan ze voor u brengen? Ja, ja, ja. Ja, zeggen, je moet goed voor diegene zorgen hoor. Look and boom. Kijk goed naar diegene. Ik denk met mezelf, onze vader, je kon niet eens voor jezelf zorgen. Ga bij God rusten. Laat me vrij dat ik kan gaan. Want nu kom je met iets wat je niet had. Je kan me het ook niet geven, je gaat me ophouden. Wanneer jij gaat komen, ik heb dingen aangeroepen die niet moeten komen. Want de Bijbel zegt, wanneer de mens de geest gaat terug naar de schepper. Wij maken er een heleboel poespas van. Ik begrijp het, we kunnen verdriet hebben. Ja, maar we maken er een heleboel dingen van. En die geestelijke wereld, die denkt van je hebt onwetendheid. Mijn volle graad gronden door gebrek aan kennis. En wat we dan krijgen, we komen in occulte situaties terecht. We gaan een voorouderverering doen. Ja, en nog steeds zijn we bang, net een poes voor een muis. We zien een muis voor rennen. Je bent een geit en je denkt je gaat achter een leeuw rennen. Wel, probeer het. Probeer het. Ik zou wel gek ding zijn. Wel, eigenlijk als een geit dat probeert, gaat hij scheten. Want je kan niet achter een leeuw rennen. Ook al ben je een koe, je kan niet achter een leeuw gaan rennen. Dat je leeuw gaat aanvallen. Ja? God zei, we moeten verjongd worden. We moeten al deze dingen afleggen. We kunnen niet opstaansmorgen het eerste wat we zoeken. Toen ik nog niet bekeerd was, daarom weet ik het. Dat zoek je nou wat zeggen, de sterren. Dan ga je kijken. Je dag is goed. Ja? We kunnen daar niet gaan. Andere mensen, christenen. Ik zeg deze dingen, christenen doen die dingen tot de dag van vandaag. Hoe gaat hun denken vernieuwd worden? Het zijn die christenen, als ze horen er is een conferentie, daar rennen ze. Voep, 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 omdat God niet met ze kan werken. God kan ze niet in zijn droom kan God ze geven. Niks. Zodra je mensen zo ziet rennen van de ene kant. Ze rennen, omdat ze geen contact hebben. Niet met God. Gods geest kan. En sommige mensen denken van, soms denken mensen, God gaat met me praten de hele dag. Vader, waar spreekt u? Wel, je gaat alleen gekke dingen horen. Als je in een buurt bent waar veel auto's zijn, ga je autogeluid horen. Als je in een buurt bent waar er gewerkt wordt, dan ga je die ja-knikker horen. Boep, boep, boep. Ja, want de geest van God, wat hebben we gezien? Hij is in u, hij gaat innerlijk tot u spreken. Ja, toen ik pas tot bekering kwam, God heeft tot me gesproken. Ik dacht ook, God gaat spreken, ik loop door mijn huis. Ik hoor niks. Later pas heb ik begrepen, is de geest van God in je binnen. Hij is in je. En dan praat hij tot je. Ja, hij kan je beelden geven.
Ja, hij kan je dingen laten zien. God zegt, we moeten dingen afleggen. Laten we die steen wegrollen. En ik kan je zeggen, het kan tijd nemen. Maar we moeten die dingen afleggen. We moeten die steen weghalen. Dat wil zeggen, we moeten een nieuwe manier, wat we in de kerk horen, wat God dat ons spreekt, wat Jezus. Ik heb het niet over wat we in de kerk horen. Ik heb het over het woord van God. Want soms kunnen mensen ook gekke dingen zeggen in de kerk. Ja. Wie is nog hier bang voor boze geesten? Je hebt mensen die, weet je hoe lang ze bekeerd zijn? Toch zijn ze bang voor boze geesten. Ik was een keer op een kamp, lang geleden in Suriname. En er waren bevrijdingen, mensen rolden. Kom iemand naar me, meneer. Die dingen gaan op je komen. Ik zeg, op mij? Ben je gek geworden? Nee. Omdat het niet kan. Het hoort niet, het kan niet, het mag niet, het bestaat niet. Want ik ben een leeuw. Hoe kan een geit achter me rennen of een koe? Ja, ik zie al die muis die het probeert. Hele avond zit die kat te loeren, wanneer kom je eruit? En als je eruit komt, dan gaat die kat rennen. Die kat gaat je opeten. Ja, in de hemelse gewesten moet je zijn als een arend. Daar, jij beheerst wat er in de lucht gebeurt. Daarom wanneer je bidt, de duivel is bang voor je. Maar als je het niet weet, ben jij bang voor de duivel. En je hoeft niet te denken dat je succes gaat hebben. Al ben je elke dag in de kerk vanaf 2000, laat me zeggen vanaf 1900. Ik ben 57 geworden. Vanaf 1957. Als je Gods woord niet toepast, niks gaat gebeuren. God wil hebben dat we moeten afleggen. Ja, God wil hebben dat we moeten aanleren. Een bijbeltekst, de laatste bijbeltekst staat in Romeinen hoofdstuk 8. Heb ik het ook doorgestuurd? Want ik heb het niet op mijn blaadje. En hij die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat hij namelijk naar de wil van God voor heidenen pleit. Voor heiligen pleit. Wat ik wil zeggen, is dat de Geest van God die in u is, ja, hij bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen. Hij wil hebben dat we veranderen. Hij wil hebben dat we komen op één lijn met de wedergeboorte. En dat, wat hij doet is, hij wil ons leren en leven in gerechtigheid, in heiligheid, in vergeving, in liefde. Daar wil God ons hebben. We kunnen de hele dag demonen uitdrijven, maar ik kan u zeggen, het kan gaan om een salving. Ik ken mensen die demonen uitdrijven aan de lopende baan, maar bijna weer ze niet eens groeten, want ze zijn zo, als ik weet niet wat. God, kijk, heb je die liefde van mij, eeuw. Want een salving is iets dat God je gegeven heeft om te werken. Maar God, op het eind ga je zijn wat God van je gemaakt heeft. En is die liefde er, is die van... Sommige mensen, wat je ook zegt, ze vergeven nooit. Nooit. Wanneer gaat wat iemand had aangedaan ons niet meer storen? Dat hebben we vergeven, het stort me niet meer. Je ziet die persoon, je kan groeten. Ja. Hi, hoe is het? Die persoon zelfs kan het niet begrijpen. Die gerechtigheid. Dat we niet langer leven in zonde. Dat we al deze dingen hebben afgelegd. Ja, dat we weten als we dat lied zingen, heilig, heilig. We kunnen het gewoon zingen. Dat het ons zo zijn wil. God wil ons hebben op de plaats waar we die steen gaan wegrollen. Laat dit jaar zijn een jaar waar u alles krijgt. Want van mijn kant, alles wat God me zegt om te doen, doe ik. Bijna denk ik aan Jezus. God heeft hem gestuurd, maar die mensen moesten ook doen. Iets doen. En daarom vraag ik je, doe wat u moet doen. Want dit jaar is een bijzonder jaar. Als u dingen niet aflegt, gaat God zeggen, ik kan niet eens naar de buurt van je komen. Want je hebt die oude kleren niet uitgetrokken. En die kleren draag je al een jaar. Kijk hoeveel lep en hoe. En je zweet ook, dus die zweet komt ook in die kleren. Je draagt al een jaar. Ja, dat gaat God niet zeggen hoor. Maar de geest wordt eigenlijk. Bijna wil ik zeggen geïnfecteerd. Want eerst wil ik het doen met de lamp en dingen erover. Ik heb die lamp in de auto. Toen dacht ik, maar dan ga je zien wat over. Lang geleden had ik een boek gelezen van Derek Prins. En daar had hij het over rook. Zo moeten we het zien. Het komt tegen die lamp aan. Of een lamp. Maar als het zwarte rook is uit de auto, dan kan je weten hoe vuil die lamp. Dus hij kan niet eens meer schijnen. Terwijl hij 1000 watt is. Of 2000 of 1 miljoen watt. Later wordt hij een ampère. Of in Suriname noemen we lampenpeer. Toen ik pas in Holland kwam, dan ga je lampen. Zeg je, maar waar kan ik een peer vinden?
Leo, dit is een grap, is niet echt. Ja, maar die lamp van 1000 watt is 5 watt geworden. Waarom? Er is zoveel rook erop, zoveel teer erop, zoveel rommel erop. En dat gebeurt met onze geest. Terwijl het breed is en sterk. En later wij die niks zien in ons leven. Dan beginnen we te rennen. Als we nu oppassen, ons hand uit naar een waarzegger, een handlezer. We rennen naar de bonhomme die we naar Jezus moeten brengen. Dan gaan we nu zoeken van, God help me niet. Dan gaan we kijken van, waar is oma Jaja die me moest helpen? Kom maar helpen. Die mensen zijn bij God, maar je roept ze voor niks. God zegt, we moeten met die dingen stoppen. En als iemand die dingen nog doet, God zegt weer, bij mij komen later of weer gaan waar ze is. Want niet zij is het misschien, zijn andere geesten. Dus liever doen we wat God wil. Laten we even opstaan. Straks gaan er de leiders gaan hiervoor in staan. Voor de mensen die nog gebed willen hebben. We gaan u nooit overslaan. Ik wil u vragen om dan te komen voor gebed. Ja? Amen. Vader, we danken u, Vader, dat u ons geeft en leert dat we moeten afleggen onze vroegere wandel, maar dat we moeten aandoen, dus aanleren. Eerst moeten we afleren en ik bid u dat we het woord mogen toepassen, want u reageert alleen op uw woord. Vader, dat we uw woord gaan toepassen in ons leven. En ieder die hier is, Vader, sla niemand over. U hebt beloften voor ons dit jaar, grote dingen zullen gebeuren. We weten dat dit gebouw te klein is, Vader. En we danken u, Vader, dat u ons een nieuw gebouw, dat bidden wij. U geeft ons een groter gebouw, Vader, in Jezus' naam. Waar al de mensen passen, want u gaat ook nog opwekking geven. Vader, dat is alles te klein in Amsterdam voor ons. Maar Vader, u die voor ons zorgt, zorg voor ons. Maar zo bid ik, Vader, dat er verruiming mag plaatsvinden in onze harten. Dat er een wassing mag plaatsvinden van onze zielen. Vader, dat er een afleren zal plaatsvinden. Vader, zijn dingen in ons leven ons overkomen. Ja, Vader, bij de ene, bij iedereen is het zwaar. Want als iemand je een keer heeft geslagen en dat is in je geest, het is zwaar. Maar ook mensen, Vader, die misschien misbruikt zijn en zware dingen hebben meegemaakt. Vader, voor hun is het nog zwaarder. Maar ik bid u, Vader, zoals uw woord zegt, werp uw juk op mij. Ik bid u dat wij dit allemaal aan u kunnen geven en het zullen afleren. Vader, we staan allemaal met handen om te ontvangen. Help ons, Vader. Omdat dit jaar een belangrijk jaar is. Dat we de dingen mogen krijgen die u voor ons hebt. Maak dat wij afleren. Maak dat we loslaten. Maak dat wij genezen. Waardoor uw geest, Vader, door de ziel heen kan werken. En dat we mogen ontvangen wat u voor ons hebt. Vader, zo kom ik tot u deze avond. Vader, spreek tot een ieder. En dat ieder gaat afleggen wat in de ziel is. Gaat vergeven, gaat loslaten. Gaat spreken met leiders om tot een plek, op een plek te komen waar het voorbij is. Dat we kunnen gaan vergeven. Kom tot uw doel. Kom tot uw doel. Kom tot uw doel. Volk van God, zeg mijn naam. Zeg Heere Jezus, ik dank u voor uw goedheid. Ik dank u voor uw genade. Ik ben een nieuwe schepping. Vanaf vandaag. Onderwerp mijn ziel zich aan uw woord en aan uw wil. Bevrijd mijn ziel. Doe mij afleggen. En ik zal afleggen. Waardoor mijn geest en mijn ziel op één lijn zullen zijn. Dat wat in mijn geest is, uitgewerkt wordt in mijn lichaam. Uitgewerkt wordt door mijn lichaam. Uitgewerkt wordt met mijn lichaam. Heer, ga uw gang door mij. In Jezus' naam. Amen. Wat zegen. Vorige week had ik al iets bekendgemaakt van de profetenschool. Volgens mij komt er iets op scherm. Ik denk dat jullie allemaal bemoedigd zijn door het profetische in deze gemeente. Als we ook zien met profeet Tuart. Oh, naar boven. Ik moet even naar boven horen. Met profeet Tuart en profeet Hiskia.
denk ik dat jullie allemaal bemoedigd zijn om meer van het profetische te leren. En we beginnen met de profetenschool. Op 3 maart, de data staat hier. Maar als je op de website gaat, kom je ook via de cursussen, kom je op de link en kan je inschrijven. Het worden 8 lessen. Zijn alle gemeentes doen mee. Gemeente Almere en de gemeente van Haarlem en de hoofdgemeente. Zijn 8 lessen. De mensen die ooit de school hebben gevolgd, die kunnen ook weer meedoen. Omdat we even willen kijken waar staan we en hoe gaan we verder met het profetische. Dus je kan je aanmelden, kost maar 10 euro. We vragen wat. Pas liet me de rekening van vorige maand zien van energie, was 3700. Ik denk we kunnen niet 8 avonden hier zitten en niet een bijdrage leveren. Dus wees welkom, meld je aan. En laten we kijken hoe het profetische weer een nieuwe boost gaan geven. Elke week komt deze link te staan, aanmelden tot 28 februari. En dan gaan we kijken hoe God het verder gaat leiden. God zegen. Als u heel even gaat zitten, heel even. Ik weet dat u naar huis wil gaan. Ja, de mensen die zo rennen naar huis hebben lekker gekookt. Ze willen het gaan opmaken. Even hoor, grapje. U bent vandaag misschien voor het eerst hier. En u denkt van, wat gebeurt er allemaal hier? Leuk en aardig. Maar niemand die me heeft welkom geheten. Is toch niet netjes van me? Terwijl ik eigenlijk een lied voor u wil zingen. Ja, maar als u er vandaag voor het eerst aanwezig bent, wil ik u welkom heten. Laat even zien waar u zit. Steek, maak even uw hand zien. Als u er vandaag voor, ik zie achterhand, ik zie daarachter. Ja. Wilt u even gaan staan, even, als het iedereen weer nieuw is. Gaat u heel even staan, want iemand komt zo naar u toe. Eigenlijk moet u nu plaats auto applaudisseren. U kunt plaatsnemen. En eigenlijk wil ik dat lied zingen, we gaan nog niet naar huis, heel lang. Maar dat lied past niet, hè? Oké. Okay. Vader, ik dank u, Vader. Ook voor de nieuwe mensen. Ik bid u, Vader, dat niemand hier in de steek gelaten zal worden. Vader, ik bid u dat u voorziet in al wat we nodig hebben. En ik bid u dat we geestelijk vooruit gaan. Geestelijk sterk mogen zijn. Vader, om goed dat we gemeenschap met u hebben. Vol liefde. In de naam van Jezus. Wilt u uw volk zegenen? En ik dank u, Vader, dat ze u zullen zoeken gedurende deze week. En mogen mediteren over wat er gesproken is. En zullen afleggen en zullen aandoen. Gerechtigheid, liefde, trouw, vergeving. Vader, in Jezus' naam. Kom wel thuis. Voor de mensen die gebed willen, de leiders staan voorin.